Jurie de Kevy, welkom bij Antwerp. Jij hebt veel ervaring in tweede klasse. Je komt nu bij een ambitieuze club terecht in tweede klasse. Hoe voelt dat? Ja, goed. Zeker als je ziet wat er alles gebeurt hier. Veel volk, de club die echt in ons gelooft. En ik hoop dat we echt de club weer op de kaart gaan zetten. En, wedstrijd per wedstrijd eerst kijken, maar je moet toch de top ambiëren. En zo hoog mogelijk eindigen, ja, zeker. Ja, je bent een creatieve speler, een creatieve middenvelder, aanvaller. Je maakt af en toe een goaltje. Hoop je dat ook hier te kunnen doen? Ja, zeker. Ik hoop dat ik echt scoren. Thuis wil ik toch minimaal scoren. Allee, ik wil echt scoren voor die publiek. En, ik wil gewoon daar op het veld staan en genieten. En, als ik niet score, anderen scoren, dat we gewoon winnen. Weer plezier maken hier en weer een goede sfeer maken in Antwerpen. Ja, jij lijkt mij een speler die baat heeft bij technisch voetbal. Bij Sint-Truiden een synthetisch veld. Hier helemaal niet. Hier een puur grasveld. Gaat dat aanpassen worden voor jou? Ja, het lukt. We speelden toch elke twee weken op het veld. Dus ja, synthetisch was leuk voor mij. Maar ik denk dat het veld altijd... Allee, ik heb er toch 3-4 keer op gespeeld en het veld was goed. Dus maar in tweede is ook vechten. En gewoon genieten. Voetbal is genieten. En de rest zullen we zien. Jij was er ook bij 2 jaar geleden toen het hier een beetje fout liep op de tribunes tijdens Antwerp STVV. Ik neem aan dat je hoopt dat het nu op een andere manier in vuur en vlam gaat staan. Ja, of zo. Hetzelfde maar eind van het seizoen als we ergens goed staan. Ik vind het publiek leuk. Ze moeten achter de ploeg staan. Ik weet niet juist wat er gebeurd was en dat is ook niet mijn probleem. Maar we moeten gewoon weer een geheel van maken. Spelers, bestuur, publiek. En dan zal het lukken. Wat verwacht jij van spelen hier op de Bosuil? Ongeveer. Ik heb pas 2 jaar geleden als publiek over het dek gesprongen.